even een nap gedaan. En toen ik wakker werd, keek ik uit het raam. Kijk hoe ontzettend mooi dit is. Hoe mooi is dit? Echt wauw. Oh, word je hier wakker van? Oké, ik heb me net gedoucht en mijn haar gewassen. Ik ben ondertussen, terwijl ik me aan het klaarmaken ben, een vrijgezellenfeest aan het organiseren. Ik organiseer een mannenvrijgezellenfeest. Want dat is hier niet echt bekend, maar ik weet dat degene die gaat trouwen dat wel heel graag wilt. Dus toen heb ik gezegd van, nou weet je wat, dan is mijn cadeau je vrijgezellenfeest. Dus ik betaalde wel alles en zo. En maar het is hartstikke leuk. En we hebben best wel leuk. Ik doe het samen met een neefje van me, omdat ik natuurlijk niet... Ja, daar gaan alleen maar mannen mee. Ik ben ook de enige chick die meegaat. Ja, ik ken dus ook niet al die jongens waar hij mee omgaat. Dus mijn neefje helpt me mee daarmee. En dan gaan we een hele leuke avond doen. We hebben al het een en ander georganiseerd. En we gaan een paar dingen doen wat gewoon, ja, gewoon grappig is. Maar ik kan het niet te laat maken, omdat ik morgenochtend echt al heel vroeg op moet staan. Maar dan waarschijnlijk ga ik iets eerder weg dan. En that's it. Ik ga waarschijnlijk niet filmen. Nee, ik ga niet filmen. We gaan niks geks doen ofzo, maar ik ga mijn camera niet meenemen. Dus, De vlog van vandaag bestaat volgens mij alleen maar uit Jamie slapen. Weet je, ik vind het schattig. Jamie gaat me helpen met opmaken. Toch, Jamie? Ja. Jamie heeft een beetje last van zijn maagje en zit de hele tijd windjes te laten. James. Ja! Op mijn make-up. Ken je dat? Dan heb je één kant goed gedaan en aan de andere kant niet. Dan denk je, nou weet je wat, dan doe ik wat meer bij de andere kant. En dan is die weer te veel en dan doe je wat meer bij de andere kant. En uiteindelijk gewoon one big fail. Dat heb ik nu. It is what it is. Het licht is echt verschrikkelijk, maar ik ben klaar. En dit is zeg maar mijn make-up look als ik zelf mijn make-up doe. Ik ben echt heel slecht met make-up doen. I have no idea. This is it. Oké, doei! Nou, we zijn net teruggekomen uit van het vrijgezellenfeestje. Geen slaap, dus ik moet een beetje zachtjes praten. Ik ga nu even mijn gezicht schoonmaken, make-up eraf halen. En dan moet ze dan ook slapen. Doei. Goedemorgen, ik ben net wakker. En
Ik heb een best wel drukke dag. Ik ga proberen te vloggen, maar ik denk niet dat ik daaraan toe kom vandaag. Of misschien ook wel. Ciao, Sheila. Mijn broertje is vandaag getrouwd. Het is heel raar, want in mijn ogen is hij nog steeds, ja, mijn kleine broertje. En, maar het is wel heel erg leuk. En nu gaan we naar een andere stad toe waar je een super, super mooi strand hebt. En daar gaan ze foto's maken. Zijn sinds dat huis getrouwd en zijn we foto's gemaakt. En nu zijn zeg maar de meisjes van, je hebt hier zeg maar speciale, ja, cadeau/trouw. Dat is zeg maar cadeau-inpakwinkeltjes. Maar ze doen ook je auto en je huis en zo. En kijk, ze zijn nu zeg maar ons hele huis aan het versieren. Ik ben nu even in het centrum. En zeg maar dit plein is maar eigenlijk wel een beetje the place to be. Volgens mij heb ik dat ook al eerder verteld in een vlog. En geen plaats. Ja, hier komt zeg maar iedereen in de avond naartoe als ze elkaar willen ontmoeten. Of als ze nou ja, gewoon ja, een beetje een meeting point. Al deze parels komen uit het meer van Ogiet hier. Dus dit komt allemaal uit het meer. De meeste mensen hier zijn christelijk in Macedonië. Maar er zijn ook heel veel moslims. En kijk hier. Een kerk en een moskee naast elkaar. En ze leven allemaal samen in vrede. Dus dat kan. Corn. More corn. Corn everywhere. Hi. Nee, ik ben weer thuis. Ik ga nu make-up eraf halen, douchen. En oh my god, er zit een spin in de douche. Voor de badkamer. I'll deal with that in a bit. En dan slapen. Want morgenochtend moet ik weer vroeg op. Voor de andere dag van de... Ik kan niet eens meer praten. Oké, anyway. Morgen is weer een nieuwe dag. Nieuw feest. Zelfde bruiloft. En ik heb er zin in. Trouwens, dit is mijn haar vandaag. Het zit nu al helemaal niet meer. Maar ik had een vlechtje gemaakt aan de zijkant. En dat ze maar helemaal door laten lopen naar deze kant. Een haarband erin. En de voorkant een beetje gekruld. Dat zit ook voor geen meter meer. Maar dat is mijn hairdo van vandaag. Yay. Let's take a shower. Ik heb me gedoucht en alles en make-up afgehaald. En nu ga ik lekker naar bed. Slapen. Dat is alles wat ik wil. Dat is trouwens de douche die je hoort druppelen. Maar wel.